Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren, Otto Lasermaster 3 serie. En dit keer een video die ik eigenlijk niet van plan was om te maken. Gisteren, ik zit met corona nog steeds thuis, niks te doen, dus maar weer eens een project gaan laseren. Wat ik daar gedaan heb, is eigenlijk het laseren van een spiegel. Nou had ik in het verleden nooit zo heel veel succes met spiegels. En ik weet nu ook waarom eigenlijk. Want wat ik in het verleden altijd gedaan had, was een techniek die ik wel eens op YouTube gezien had. Van mensen die dan de spiegel laseren. Op een spiegel zit aan de achterkant een beschermende laag. Dus wat je doet, is in feite die beschermende laag weglaseren. Dan daar vervolgens een hele andere kleur overheen te schilderen. En dan op die manier zeg maar in de spiegel als het ware een tekst te krijgen. Of een tekening te krijgen of weet ik wat dan ook. Natuurlijk in het verleden ook wel video's gezien waarbij mensen LED-verlichting aanbrengen achter zo'n spiegel. En ja, ik heb dat nooit gedaan omdat ik het bewerkelijk vond. En ja, ik ben ook af en toe wel eens lui, dus geen zorg. Ik heb best wel de dingen die anderen ook hebben. Ik gisteren een spiegel gemaakt. Zoals je weet, ik heb regelmatig twee Oekraïense kinderen over de vloer. Van de ene heb ik al wat foto's hier staan. De andere had ik nog helemaal geen foto's van. Totdat ik vorige week ergens een keer een foto van hem gemaakt heb. Dat hij zelf niet eens in de gaten had. Eigenlijk echt dat die foto gemaakt is. En die foto die heb ik op die spiegel gelezen. En dat project dat is uiteindelijk heel erg fraai geworden. En ik wil je laten zien. A, aan het eind natuurlijk hoe dat eruit ziet, maar B, wat we ervoor nodig hebben. Laten we beginnen. Om te beginnen hebben we natuurlijk nodig een spiegel. Deze spiegels die ik hier heb, die komen van de Gamma. En die vind je bij de badkamerafdeling. Het zijn badkamerspiegels. Ik weet niet eens op dit moment wat ze kosten, maar ze zijn niet extreem duur. Essentieel is dat op de achterzijde van elke spiegel een beschermlaag zit en die wordt uiteindelijk weggelegd. Gelezerd. Dat is wat we gaan doen. Spiegel duidelijk. Tweede wat we nodig hebben is houten platen. Ik ga ook de link naar deze houten platen onder de video plaatsen. Die spiegels van de Gamma, die kun je bij de Gamma wel vinden. Dat is niet zo moeilijk. Dit zijn platen officieel van 3 mm dik. Ze komen van de firma Green Basic af. Ik vind ze redelijk duur. Maar het is wel, zeker nu ik met deze laser die ik nu heb, zeg maar, iets dikkere materialen kan lezen, heel fijn spul om te laseren. Want er zit wel degelijk een tolerantie in. Ik denk dat deze platen zo tussen de 3,1 en 3,2 mm dik zijn. En daar had mijn oude laser echt problemen mee. Mijn huidige laser geen enkel probleem mee. En dat heb ik ook nodig. Waar hebben we dit voor nodig? Als je licht achter die spiegel wil aanbrengen, LED-verlichting, moet je dat natuurlijk ergens onderbrengen. En dus we gaan ook een houten box laseren die om de spiegel heen komt te zitten. En in die houten box brengen we de LED-verlichting aan. Wat ons natuurlijk brengt bij het volgende wat we nodig hebben. En dat is LED-verlichting. Laat me heel even opstaan. Want hier heb ik zo'n setje LED-verlichting. Ze komen van AliExpress af. Ook hier zal ik een link zetten naar waar bijvoorbeeld je deze LED-verlichting vandaan kunt halen. Ik gebruik bewust 50 centimeter LED-verlichting. Je kunt ze ook in 5 meter of in 10 meter krijgen. Maar ja, het probleem is, er zit één snoer bij, één afstandsbediening. Dat betekent dat je ze op maat moet gaan knippen. En dan kun je dus 9,5 meter weggooien. En het kost extra geld. Waarom zou je dat doen? 50 centimeter is voor zo'n box meer dan genoeg. Sterker nog, het was net iets te weinig. Maar je merkt het eigenlijk niet op het moment dat je de LED-verlichting aanzet. Super simpel spul. Met USB aan de ene kant en... Ja, USB kun je natuurlijk in een powerbank doen, in een computer duwen. Maar je kunt ook zeg maar gewoon een stekker zoals je die hebt van een telefoon gebruiken waar USB aansluiting in zit. En op die manier kan je verlichting gebruiken. Overigens, de strip heeft aan de achterkant een sticker plak zitten zeg maar. Dus als het ware, je kunt daar een strip aftrekken en dan vervolgens kun je het ergens op plakken. Dus heel gemakkelijk in gebruik.
En heel belangrijk wat we natuurlijk nodig hebben. Een foto. Nou, ik vertelde al, die foto heb ik. Ik ga je zo meteen een, laten zien hoe op de video hoe ik die foto heb bewerkt. Want ik ga twee dingen doen. Het eerste is, ik ga de achtergrond van die foto verwijderen. Ik wil alleen de persoon erop hebben. Het tweede is, maar dan zitten we inmiddels alweer in Lightburn. We gaan die foto, het contrast wat aanpassen, zodat het contrast zo goed mogelijk is. Ja, ik ben moeilijk in fotobewerking, maar deze is er heel goed uitgekomen. Daaropvolgend gaan we een boxmaker gebruiken. Er zijn op het internet gewoon heel erg veel websites waar je, of heel erg veel, maar er zijn een aantal websites waar je boxjes kunt ontwerpen, dus kistjes. En dat is eigenlijk heel erg gemakkelijk. En die zijn bedoeld voor het lasergraveren. En nou, dat gaan we zien. We gaan richting de computer. We gaan namelijk foto bekijken. En vervolgens gaan we die foto de background verwijderen. Zo, de website die we gaan gebruiken om die achtergrond te verwijderen. We gaan zo meteen de foto zien en dan zien hoe het resultaat is zonder achtergrond. Dat is de website www.remove.bg. /upload. Hij vraagt mij hier een foto te uploaden. Dat ga ik doen. Upload image. Ik kan dan op zoek naar de plek waar ik de foto heb staan. Dat is in de map video's. En zie hier hebben we de foto. En hij heeft inmiddels direct ook al die background verwijderd. Ik zal even de originele foto erbij halen. Even kijken of dat makkelijk is op dit moment. Ik denk het wel. Hier is die. Kijk, de originele foto ziet er zo uit. Ja. En wat er uit de voorschijn komt, is dus de foto waarbij de background is verwijderd. Dat zien wij hier. Ik kan die foto gaan downloaden, dat ga ik doen. Ik ga hem opslaan in diezelfde map waarin ook die andere foto zat. Hij wordt opgeslagen als PNG-bestand en dat is verder prima. Daar is niks mis mee, want Lightburn kan dat inlezen. Voilà. En dat was eigenlijk al de website voor het downloaden of het verwijderen van de background van een foto. Zo, in Lightburn gaan we nu onze eerste van drie laseracties uitvoeren. Is dat zeggen drie? Ja, drie. Waarom drie? De eerste laseractie heeft betrekking op het laseren van de spiegel natuurlijk. En de beide andere laseracties hebben betrekking op het maken van de box. Maar we gaan eerst de spiegel doen. Die spiegels, dat moet je natuurlijk even opmeten, maar die zijn 15 bij 15. Dus wat ik doe is ik maak een rechthoek. Vierkant in dit geval trouwens, maakt ook niet zo heel veel uit. Die zet ik op een toolpad, dus op T1... en ik selecteer hem en ik ga even de grootte aanpassen, want je ziet dat er nu nog niks van klopt. Ik ga hem 150 bij 150 maken, want dat is de maat van mijn spiegel. Vervolgens zet ik hem op 200 bij 200, want dat is de maat van mijn werkbed, zodat hij precies in het midden zit. Dat is wel zo makkelijk bij het uitmeten. Nou, in dit rode vlak hier, in dit vlak hier, moet dus zometeen die foto terechtkomen. Dus wat gaan we doen? We gaan importeren. En dat doen we via de vierde knop aan de linkerkant. Die knop, die moet je inmiddels wel kennen, want die wordt zo verschrikkelijk vaak gebruikt. Oké, daar komt die, import. We gaan weer naar video's terug. En we pakken die foto met die background. En je ziet gelijk dat die in zwart-wit terugkomt. He, dat is ook duidelijk, want bij de laser kun je nu eenmaal niet zomaar in kleur laseren. Oké. Vervolgens gaan wij deze foto wat kleiner maken, want hij is te hoog en te breed en te groot. Ik vind dit te groot voor een foto op een spiegel, zeg maar. Je hoort wat pinks in de achtergrond. Dat is iemand die mij berichtjes stuurt. Geen zorg. Ik kan dat natuurlijk uitzetten, maar ik heb daar niet zoveel zin in. Wat ik ga doen, ik ga de hoogte maximaal, laat maar even zeggen, 150 maken. Foutje. Hè? Ook ik maak fouten, want het slotje is niet op slot. Dat wil zeggen dat je die hoogte wel op 150 maakt, maar dat vertrekt natuurlijk die foto helemaal verkeerd. Dus ik doe ongedaan maken.
ik zet het slotje op slot, want dan verandert die ook de breedte expansioneel mee. En nu heb ik een foto die de juiste maat heeft. Ik denk dat ik hem iets kleiner maak, nog 140. Want ik wil niet helemaal precies onderaan de rand van die spiegel zitten. Eigenlijk meer zoiets. Voilà. Alleen nu, op dit moment, we gaan even inzoomen daarop. Ik vind de foto nog wat te donker. Dus wat doe ik? Ik klik op de foto. Ik doe rechtsklikken. Adjust the image. Je ziet dat hij op dit moment in negatief staat. Ik ga hem even terugzetten. Hij moet namelijk straks in negatief, maar daar kom ik straks op. We gaan de gamma en de contrast en dergelijke een beetje aanpassen. En ik kijk met name hier naar dat glanzende hier rechts op die wang van hem, zeg maar. Dat is een beetje een probleempje, zeg maar. Ik moet even kijken hoe ik dat het beste eruit krijg. Of niet alleen eruit krijg, maar dat ik wel contrast heb, want daar gaat het natuurlijk om. Dus ik denk dat we die gamma nog, of dat we de brightness nog iets kunnen verhogen. Kijk, en nu hebben we een redelijke contrastfoto aan deze kant, denk ik dan. Natuurlijk, iemand die met fotobewerking bezig is, die zal andere dingen doen. In dit geval zet ik hem op grijswaarde, om een zo hoog mogelijke resolutie te krijgen. Maar ik ga niet de dpi's verhogen. 254 dpi. En ik zet hem in het negatief. We doen namelijk laseren vanaf de achterkant. En dat wil zeggen, want je draait die spiegel om. Hè? Je gaat dat, die laag weglaseren. En dus zou je de foto, als het goed is, in negatief moeten zetten. Zodat je vanaf de voorkant eigenlijk weer de voorkant ziet. Dus klinkt heel gek, maar zo werkt dat. Ik druk op OK. En voilà. Settings die we gaan gebruiken, gaan we even tevoorschijn halen. Dat is wel voor die Autolaser Master 3, lieve mensen. Dit is een 10 watt laser en een hele goede laser met een behoorlijke snelheid. Dus in dit geval 7000 mm per minuut. Dat is de snelheid, hè? 7000 mm per minuut en een vermogen maximaal van 53%. Minimale vermogen stel ik niet in. Verder 254 dpi, lijninterval is dan automatisch 0.1, dat is automatisch. En ik doe altijd laseren in een graveerhoek van 90 graden. Dit zijn de settings die ik gebruik. Dit gaan we opslaan, dat doe je natuurlijk via bestand opslaan als. En dat kunnen we dan vervolgens gaan laseren. En dan gaan we naar het maken van de box. Voor het maken van een box gebruik ik de website www.makercase.com/hekje/. Ik doe deze links allemaal onder de video plaatsen, zodat je ze kunt terugkijken. We gebruiken de optie Basic Box. Die klik ik dan ook aan. We zetten hem in millimeters. En we geven aan dat de waardes die we willen hebben, dat zijn insightswaarden. We weten namelijk precies dat die spiegel 15 bij 15 centimeter is. Nou nemen we altijd een beetje marge. Dus de breedte en de diepte, die zetten we op 151 millimeter. Dat is dus 15,1. Oké, dat is makkelijk. Oh, wel goed doen. Ja. Overigens, daarin past die spiegel perfect, heb ik gemerkt. De hoogte, ja, dat is even een beetje een gok slaan, een beetje een gokje doen. Ik heb gekozen voor 15 mm. Waarom heb ik dat gedaan? De spiegel is 3 mm dik. De strip met LED is ongeveer, met zijn bekabeling, bij ongeveer een centimeter. Dus dat is 13 mm. Dan hou ik 2 mm over. Dus heb ik een box met 15 mm nodig. Materiaaldikte, die staat op dit moment op 3 mm, maar ik zei al, dat hout is, er zit wat variatie in. Dus ik zet het hout op 3,1 mm. Ja. Vervolgens kan je kiezen voor een open of een dichte box. Ik wil een dichte box hebben. Waarom wil ik dat? Om één hele simpele reden. Dat ik heb die bovenkant nodig om daar uiteindelijk een vierkant uit te lezen. Want die bovenkant die moet iets... Dat vierkant moet iets kleiner zijn dan de spiegel, anders zou de spiegel eruit vallen. De spiegel moet er wel in blijven zitten. Dus, nou,
De laatste wat we moeten beantwoorden is de edge joint. Met andere woorden, waaraan, hoe moet die vast komen te zitten. En ik kies daarbij altijd voor fingerslots. Dat zie je hier ook veranderen. En ik laat de grootte van die fingerslots in dit geval lekker op het maximum staan. En ik kies download box plans. Ik haal wel deze tekst weg. Dat kan je heel simpel doen door de panel labels op disable te zetten. En daarmee kan ik, als ik even naar beneden scroll, kan ik zeg maar zeggen van download de DXF. Je mag ook SVG doen, maakt eigenlijk niet uit. Ja, maar dan ga je downloaden. Ik zal dat heel even doen. Ik zal die DXF downloaden. Die zal ik op mijn bureaublad gaan plaatsen. Of laat ik hem maar even in diezelfde map waar ik al die andere dingen opsla. Ook even goed. Zo, box DXF. En dat was in feite al het maken van de box. Zo, lieve mensen, wat ik dan doe, dan open ik maar liefst twee versies van Lightburn. Hier onderin kun je dat zien. Ik wist niet of je dat wist, maar je kunt Lightburn meerdere keren openen. Ik weet niet precies hoe vaak, maar twee keer sowieso. Bovendien kun je Lightburn trouwens op twee computers gebruiken met dezelfde licentie. Dus dat is ook wel aardig om te weten. Waarom gebruik ik twee vensters? Dat zal ik je laten zien. Ik ga dat boxbestand eens importeren. Wederom de importeerknop, de vierde van links, bovenin. En ik ga die box DXF importeren. Kijk, en hier hebben we dat boxbestand. Ja? Dat is één bestand, dat is één file. Dus wat ik ga doen, ik ga het ungroepen, want ik wil het los hebben van elkaar. En nu kan ik dus stukje voor stukje, even opnieuw aanklikken, zo, stukje voor stukje kan ik nu zaken verplaatsen, dan wel knippen en in het andere venster plakken. Want wat ik in het andere venster doe, gaan we even laten zien, daar maak ik weer zo'n rechthoek. De grootte van de plaat, dat is ongeveer 30 bij 20, nou dat gaan we weer even instellen. We doen wel weer even op een toolpad. Dit keer het slotje weer los. Breedte van 300. Hoogte van 200. En dat plaatsen we in het centrum. Nou, dat kan dus ook met dat kruisje daarbovenin. Voilà. En dan ga ik vanuit de ene box naar de andere box ga ik kopiëren. Dus deze hier. Doe Ctrl-C. Ik weet niet of dat gepakt heeft. Doe het even opnieuw. Voor de zekerheid. Ctrl-C. En in de andere zet ik Ctrl-V. En voilà. Ik heb het eerste gedeelte van mijn box al gekopieerd naar de tweede pagina. En zo kan ik die plaat netjes vullen met allerlei dingen. Daarbij wil ik in gedachte geven, dat wil ik je gelijk even laten zien, dat je ook objecten kunt draaien. Dus als ik zo'n stuk hier pak, ik doe Ctrl-C en ik ga die verplaatsen naar de andere kant. Dan kan ik vervolgens hier bovenin zeggen draaien. Ik draai je 90 graden. En op die manier kan jij zeg maar zo mooi mogelijk je hele venster benutten. Ja, ik moet hier nog wat meer van laten zien. Dat komt er nu aan. Nu, het eindresultaat van plaat 1, want er zijn twee platen nodig helaas, zien we hier. Dit is de bodemplaat. Dan hebben we de vier zijkanten. En je ziet dat daar iets in veranderd is. Dit hier, waar mijn muis nu overheen gaat. Ik snijd namelijk een klein vakje uit van, ik dacht dat het 12 mm hoog en 8 breed was. En dat is voor de USB-kabel van de LED-verlichting die hier natuurlijk uit moet komen. Omdat je dat ergens moet aansluiten natuurlijk. Dus om die kabel eruit te kunnen laten komen, heb ik daar een klein vierkantje uitgesneden. We zien ook linksbovenin wat kleine vierkantjes of kleine rechthoekjes die gemaakt zijn door mij. En die zijn, ja, even kijken, kan ik dat zo zien? Ja, die zijn 11,5 hoog en ja, iets van een centimeter breed of zo, of 8 mm breed ook zoiets. Waar doe ik dat voor? Die drie die heb ik aan elkaar geplakt, zodat ik een hoekje heb, want als ik zeg maar die box heb, die box is dus 15 bij 15 met 1 mm speling aan allebei de kanten. Als ik daar die spiegel tegel in leg, dan zakt die dus helemaal naar de bodem, maar dat moeten we niet hebben. Dus ik maak blokjes van drie van die kleine stukjes hout op elkaar geplakt en dat plak ik dan in de hoeken van de box en daar komt dan die spiegel op te rusten.
Ik heb bewust 3 blokjes extra gemaakt voor het geval dat ik er toevallig ergens eentje verlies en ik kan hem niet meer terugvinden. Dan moet ik weer opnieuw aan de gang en dat is flauwekul. Dit is dus het grootste gedeelte van de box. De andere versie van Lightburn, die laat zeg maar de bovenkant van de box zien. Alleen heb ik daar dus nu een extra vierkant in uitgesneden. Ik zal even kijken hoe groot, dat kan ik zo niet zien, want hij is gecentreerd. Of gegroepeerd, sorry. Maar zeg iets van 13 centimeter bij 13 centimeter, zeg maar. Zodat, zeg maar, als je die box op de kop houdt, ook dan de spiegel er niet uit van. Want die spiegel is 15 bij 15 en die past natuurlijk niet door 13 bij 13. Zo simpel is het eigenlijk. Wat ik hier gebruik aan settings is 300 mm per minuut. 85%. En dan 2 keer. En dat gebruik ik bij beide platen. En daarmee wordt overigens deze platen met deze laser perfect uitgesneden. Het in elkaar zetten van de box kan ik je niet laten zien omdat ik dat gisteren al gedaan heb. Ik gebruik een heel klein beetje houtlijm om zeg maar die vingergroeven zeg maar hier te verlijmen. Aan de binnenzijde dus die 4 blokjes in de hoeken gemaakt, zodat we die spiegel daarop kan rusten. Ik kan het er niet uithalen, ik heb ook de voorkant vastgelijmd. Aan de zijkant zien we dan die kabel eruit komen uit die opening die ik gelaserd had. Ja. En wat ik gedaan heb, dat is, hoort eigenlijk niet, maar ik heb dat wel gedaan, want ik weet dat die stekkertjes waarmee deze LED-strips komen, die zitten erg los in elkaar. Ik heb die 2 stekkertjes met een klein stukje duct tape vastgeplakt. Als ik nu een powerbankje erin ga doen, en dat ga ik even doen. Ik moet een powerbankje hebben. Oh, die heb ik niet meegenomen van beneden. Nou, dat is makkelijk. Dan zet ik hem even op de computer. Dat kan ook natuurlijk. Dus ik zet hem even op de computer. Voilà. Even oppassen dat hij zichtbaar is. Er zit een afstandsbediening bij. Dus ik zal even kijken of ik hem wat meer, want ik vind dit altijd wat heftig. Ik ga hem laten faden. Zo, dit is mooier. Je kunt hem ook een vaste kleur geven. Maar het is wel heel erg fraai gelukt. Ik vind echt, als je goed kijkt dan die foto, dat is super gelukt in die spiegel. En dat project, dat wilde ik je toch niet onthouden. Jammer dat ik je niet kon laten zien hoe je het in elkaar zet, maar dat is op zich niet zo heel moeilijk natuurlijk. Het belangrijkste is dus dat als je zoiets gaat doen, dat je van tevoren even nadenkt over zaken als waar passen snoeren, hoe breed moet het zijn, hoe hoog moet het zijn. Ga niet echt met exacte maten meten, maar zit er altijd een tiende millimeter naast. Of een millimeter wat mij betreft. Simpelweg omdat hij anders problemen krijgt met dat als die spiegel net een fractie te groot is, dan gaat het weer niet passen en noem dan maar op. En dat is gewoon erg lastig. Vandaar dat ik deze wijze gekozen heb. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag. Volledig gerecht geen penalty.